Ik vond laatst die ene chick die jij mee had genomen aan het optreden, vond ik leuk. Hoezo wilde jij dat ook doen? Nou, ik vond... Oké, laten we doorgaan. Wat is onze guilty pleasure? Nou, van jou weet ik hem wel. Nou, wat is het dan? K3, denk ik. Ja, en One Direction, sowieso. Ja. Britney Spears ook, vind ik ook echt geniaal. Al die foute muziek vind jij leuk? Ja, daar ga ik heel lekker op. Ken je Slipknot toevallig? Ja, dat is toch hard rock shit, hoor. Ja, dat vind ik wel lekker, dat is mijn guilty pleasure. Daar word je ook wel lekker van, van. Ja, voor mij toch rock, denk ik, man. Hip-hop van tegenwoordig vind ik ook wel leuk. Ja, ik vroeger neder-hip-hop was ik helemaal into. Ja. Maar tegenwoordig vind ik techno, dance, house. Maar soms vind ik ook popmuziek gewoon erg leuk. Ja. Taylor Swift, I love her. Oeh, ja. Prada van Caché. Dat vind ik echt geniaal nu. Prada van Caché. Caché, dat nummer toch? Hij zingt niet eens Prada, hij zingt Planga. Oh, Planga. Prada van eigenlijk heb je shit, maar hij is gewoon een fucking geniaal nummer. Nervo en Chief Keef. Ik vond het helemaal niks. Het is commercieel. Ik hoor alleen maar een soort... Yeah, baby. Ja, toch? Kijk, ik zou even een foto laten zien, want jij kent ze niet. Deze twee chicks. Ja. Take me to the time where there was only champagne. Oké, ik zal het even vertalen voor de mensen die het niet verstaan hebben. Take me to the time where there was only champagne. Wat beschrijf eens jouw bizarste avond uit. Was dat met champagne ook? Ik kan me nog een avondje in Rimini herinneren. Toen we ongeveer echt 10 flessen erheen hebben gehad. Oh ja, dat leek wel. Ja. Dan toen Giel aankwam, ik heb champagne besteld. Kwamen er 3 flessen uit. Toen zei, ik ga ook wel een flesje halen. En toen kwam ik ook nog met nog 3 flessen aan. Toen dacht ik, laat ik ook gewoon eens gek doen. Laat ik ook nog 3 flessen halen. Maar dat was... En dat was gewoon, we hadden geen dorst meer. Dus ze spoten het gewoon zo tegen het plafond. En toen zonder een gegeven moment druppels zo aan het vangen waren met onze mond. Ja, dat vond ik wel grappig. Dat was wel entertainment. Ja, dat vond ik wel leuk. Wat is het meest gênante wat hier is over komen toen je zeg maar tijdens een avondje stappen? Ik heb niet zoveel mooie verhalen erover, denk ik. Waar zullen we beginnen? Ja, precies. Ik had toen een chick mee naar huis genomen, was heel gezellig. Ja, dus dit, slapen. Dit is goud. Maar in de nacht word ik wakker, denk hè, lekkage, ik hoor iets stromen weg. Dus ik kijk ze om me heen, ziet die chick op een stoel naast zijn pet gewoon vol te pissen. Ja. Maar gewoon zo vol dat het gewoon van die stoel afliep, zeg maar. Er lag gewoon een plas naast mijn bed gewoon opeens. Ik vind het zo mooi. Dus ik word wakker. Chick, wat ben je aan het doen? Doe ik normaal. Dus ik trap die chick naar de wc, toen ik dat opruimen. De vraag, heb je nog een keer met haar een date gehad? Nee. Sia, Rainbow. Rainbow. Ja, dit ken ik van haar. Dit doet zij al een paar jaar altijd hetzelfde. Het is wel een beetje een wijvenplaat of zo. Ja, Sia kan echt heel mooi zingen. Ze heeft een hele mooie stem. Haar clips zijn ontzettend mooi. Maar ik vind het allemaal hetzelfde. Big Dreamer, Shoot for Open Sky. Wat is jouw grootste droom? Nou, vroeger, wil je nog bereiken? Vroeger droomde ik van een soort Playboy Dimension. En dan ik een beetje à la Thomas Hefner daar zo met al die Playboy Bunnies. Daar droomde ik vroeger van. Is niet helemaal gelukt, hè? Als je moet kiezen, Steve. Nee, ik hou daar niet van. Nee, maar toch. Okay. Nooit meer een video maken of nooit meer optreden als DJ. Dat kan niet. Nee. Want ik vind het allebei echt magistraal. Ga ik niet doen, klaar. Doe ik gewoon niet. Jij? Kan je het er niet voorstellen? Kies er gewoon één. Oké, wacht. Of nooit meer seks met vrouwen of stoppen met stuk 2. Oh, wat is dit dan? Wat is deze dan? Nee. Ja. Nou, dan kies ik toch voor de vrouwen. Dus ik verlaat stuk TV. Wauw. Oké. Goed, kunnen we door? Neil Horan. Too much to ask. My shadow stares without you for the first time. Ik vind dit niet zo heel tof. Dit is voor mij een beetje te lief, te zoetsappig. Ja, het pakt mij ook niet. Nee. Ik merk van die gasten van One Direction dat ze nu ze uit elkaar zijn, dat ze allemaal een soort van hele lieve, zoetsappige muziek maken. Hoe zou jij het nu vinden dan een stuk TV nu uit elkaar zou gaan en wij moeten allemaal solo verder? Zou je dat trekken, denk je? Ja, ik vind het echt super gezellig altijd met z'n drie een beetje aankloten video's maken. Is wel zo, Als ik het in mijn eentje zou moeten doen, dan zou ik het wel echt fucked up zijn. Maar wat zou je gaan doen als je nu solo verder moest? Ik denk dat ik gewoon verder ga waar ik gebleven was. Gewoon video's maken. Wat zou jij doen dan? Ik zou dat ook doen, man. Gewoon terug naar met één camera in Beverwijk filmen. In de bosjes springen. In de bosjes springen. Is salaris belangrijk voor jou? Het is wel handig. Ik ben niet zo'n guy die alleen maar met geld verdienen bezig is of zo. Anders had ik al lang mijn ziel verkocht, hoor. Anders had ik al lang al een keer een factuur gestuurd naar Giel.
Ik heb één keer een videocampagne voor Shell gedaan, voor die tankstationship. Ja. Toen heb ik iets van 7.500 euro verdiend. Dat is echt idioot. In 30 minuten. Dit slaat helemaal nergens. Nee, dat is toch echt nergens op. Maar ja, dat zijn weer de voordeeltjes als je zogenaamd semi-bekend bent, toch? Ja. Lord. Mate. Homemade, Dynamite, Feet, Khaled, Post Malone en Shazza. Ja. Klinkt lekker. Ik vind haar vet. Dat, ja, weet het, ja, ik zij vind is haar leuk. Echt vet. Ja, ik weet, ik ken haar nummers niet, bij naam. Nee, zij maakt eerst wel hele mooie gevoelige nummers, toch? Ja, ik vond dit nummer, sprak me nou niet direct heel erg aan. Mij wel. Het pakt me wel. Ik vind Lord... Ik ga even googlen, hoor. Zij, ga je Lord even googlen? Ja, ik ga even googlen. Ik ga nu zeggen, zonder dat ik haar heb gezien, dat ik haar zou doen. Ja. Het is wel leuk. Het is heel knap. Even Lord Bikini in type. Lord Bikini. Ja, die zijn er gewoon. Had ik beter niet kunnen doen. Dit is niet zo best. I checked your girl at the door. Hebben wij datzelfde meisje gehad dan? Nee. Nee, hè? Volgens mij niet. Nee. Ik vond laatst die ene chick die jij mee had genomen aan het optreden, vond ik leuk. Maar, jij hebt er geneukt toch toen? Ja, ze is super leuk. Maar daarom gaat ze ook weer mee. Ja, maar ik had echt een klik met haar. Ik kon gewoon met haar praten. Ik niet. Nou ja, jij hebt er alleen geneukt. Ik heb gewoon met haar gepraat. Oké, hoezo wilde jij haar dan ook doen? Nou, ik vond... Oké, laten we doorgaan. Ja, kijk hier. Eindelijk een lekker wijf. Taylor Swift. Nee, man. Ga ik niet eens luisteren. Besef even, hè, dat dit de best verdiende vrouwelijke artiest ter wereld is. Ja, ik snap dat dus echt niet, ouwe. Dit is toch zij heeft sicker fit die gaat met Kanye West. Ik vind dit zo interessant, deze chick. Het is best wel stoer dit, toch? Is dit Taylor Swift? Ja. Ik kan hier niet naar luisteren, man. Dit is een soort van Taylor Swift Gone Wild of zo. Ik vind het echt niks. Als ik haar ooit kan regelen, kan ik gewoon gelukkig sterven. Ja, ik vind het gewoon iets schattigs hebben of zo. Mijn nichtje van 4 is ook schattig. Wat is jouw top 3? Nederlandse sexy zangeressen. Ja, Maan. Maan. Staat toch wel in dat rijtje? Ja. Oh, Jean. Heb je? Ja, daar zit ook eentje tussen, ja. Nieuwe versie van K3 heb je. Ja, maar wel alle drie dan. Ja. Anders is het ook gewoon een kut van. Ja, een top 3, dat wordt wel lastig. Ik doe Maan op 1. Ja, ik doe Maan op 2 en ik doe Maan op 3. Wonder how many girls he had loved and left haunted. Haunted. Ik kan me soort van herinneren dat ik een soort van jeugdliefde heb gehad. En ik was een keer bij haar thuis en toen bleek dat ze dus zwanger was van een andere gast. Ja, en toen was mijn hart wel een klein beetje gebroken, hoor. Ja, dit kan niet waar zijn. Ik geloof het niet. Het is echt. Ik vond het gezellig. En willen jullie thuis nog meer release reacties zien? Abonneer dan even op dit kanaal. En laat even weten in de reacties wie hier volgende keer moet zitten. Iedereen kan. You name it. They get it. Donald Trump. Het zou vet zijn. Zeker.